Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe sportchallenge. Het is weer zover. Mocht je mijn vlogs kijken, dan weet je dat ik van mijn vriend een hula hoop heb gekregen. Ik was al een tijdje aan het spelen met het idee dat ik dit wilde gaan doen. Maar ja, ik had hem nog niet aangeschaft en hij dacht, op, ik geef je wel even een schop onder je kont. Als jij het blijft zeggen, krijg je hem van mij cadeau. Super lief. Maar ik heb hem nu een aantal, nou, echt wel weken denk ik. En ik merk dus dat ik toch nog een extra steuntje in de rug nodig heb. Ik pak hem er eigenlijk iedere dag of om de dag wel even bij. Maar elke keer kort. Dat ik denk, ja, ik moet het gewoon bij gaan houden. Ik wil verschil gaan zien. En dat is het plan van deze video. Het is een week lang, een half uur per dag, hula hoepen. En ik ga jullie meenemen in de before en after. Heeft het verschil gemaakt? Hoe voel ik me? Ik ben zo nieuwsgierig, want ik heb er echt goede verhalen over gehoord. Dus ook goede hoop. En we gaan beginnen met het opmeten van de middel. Mijn middel, ik heb van mezelf altijd een soort van hier inkepingen. Waardoor het een beetje lijkt alsof ik gespierd ben, terwijl ik het helemaal niet ben. Maar dat zijn gewoon de uitstekende ribben die je ziet. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb me al geen weken opgemeten. Maar het zou wel leuk zijn als dit allemaal net even iets strakker kan worden. Even kijken, het meetlint erbij. Het is 80, 79, even kijken hoor, als ik helemaal recht sta en hem niet strak doe, dan zit ik ongeveer tussen de 78 en de 79. Ligt er net een beetje aan, ja, ik denk wel precies 78. Als ik hem gewoon mooi aansluit zonder hem te strak te trekken, komt hij op 78 centimeter. Als ik zeg een half uur per dag, denk ik wel van ja, kan ik dat in één keer achter elkaar? Weet ik niet. Dus voor nu denk ik van, ik ga het gewoon proberen. Kijken of ik een kwartier red. Als ik na een kwartier moe ben, doe ik twee keer een kwartier. Ik ga het gewoon bijhouden op mijn stopwatch. Die zet ik gewoon aan op het moment dat ik begin. En als die valt is het niet erg, zodra ik hem maar gewoon zeg maar gelijk weer oppak en weer doorga. In principe ben ik wel zover dat ik het echt wel kan. Ik moet wel op start drukken ook echt. Start en go. Dit gaat helemaal niet soepel. En ik denk nog stoer voor jullie even laten zien hoe goed ik het kan. Nou ja, dit hou ik best wel een tijdje vol. Maar het doel is dus om het uiteindelijk wel een half uur achter elkaar te kunnen zonder hem echt veel te laten vallen. En in ieder geval zonder pauzes. Maar ik ben letterlijk nu al buiten adem. En dit is een halve minuut. Zo. Wish me luck. Oké, ik heb mezelf zwaar overschat. Ik heb nu 10 minuten gedaan. En dat is echt, even kijken, ja, zo. Jullie zien precies het raam. 10 minuten. En ik ben wel buiten adem, maar het is niet zozeer dat ik dat niet meer vol zou houden. Het is meer dat ik hem op een gegeven moment niet meer hoog hou. Dat ik echt letterlijk iedere 10 seconden hem op de grond laat vallen. Omdat ik niet meer genoeg spanning in mijn buik heb. Dus ik denk dat ik beter 3 keer 10 minuten kan doen dan dat ik mezelf nu iedere seconde van de grond moet rapen. Ik denk dat dat realistischer is. Dus dan gaan we dat gewoon doen. 3 keer per dag 10 minuten. En wie weet kan ik dan na 3 dagen wel 2 keer een kwartier. Het is vandaag dag 2. Ik heb al 1 keer 10 minuten vanochtend op zitten. En ik kan je vertellen, het was best pittig. Ik heb echt al spierpijn in mijn buik. En dan echt en het midden en de zij. Maar ook, wat ik niet had verwacht, echt in mijn billen en in mijn bovenbenen. En dan gek genoeg, meer de voorkant dan de achterkant of zo. Of, nou ja, maar wel allemaal licht. Dus zeg maar niet dat als ik nies of als ik lach, dat ik echt denk, oh, maar gewoon aanwezig. Nou, dat is natuurlijk gewoon al supergoed. Wel dat ik vanochtend met hula hoepen echt meer moeite had omdat het dus zo'n zeer deed. Want dan, oh, vooral even die eerste minuut, oh, moet je echt even door de verzuring heen. Want je bent dus gelijk, hop, verzuurd. Maar gaandeweg wordt dat dan wel beter. Nu nog niet. Maar ik had wel gelijk een goed gevoel erover. Dat ik dacht, wow, zoveel verschil maakt het dus als ik, nou ja, normaal doe ik het zeg maar totdat ik hem laat vallen. Deed ik het dan en dan was ik er weer klaar mee. Maar vanochtend heb ik hem dus 10 minuten gedaan zonder hem te laten vallen ook nog. Mocht je benieuwd zijn, ik heb mijn hula hoop van bol.com.
En ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Hij is 1,1 kilo. En ik heb er één deel tussenuit. En dat hoeft op zich niet. Normaal gesproken is hij dus nog groter. En ik vond dat moeilijker. Ik had er toen echt heel erg moeite mee, omdat hij zo groot was. En als hij kleiner is, vind ik het makkelijker om hem hoog te houden. Maar dat is dus puur persoonlijk. Qua intensiteit is het enige wat ik kon vinden, is dat als hij kleiner is, moet je nog harder werken. Omdat je dus kortere rondes maakt. Dus je lichaam beweegt in een hogere snelheid. Dus eigenlijk, ik begin buiten adem te raken omdat ik ook nog moet praten. Is een kleinere hula hoop nog intenser. Dus zou nog beter moeten werken. Maar ik zou zeggen, begin gewoon met de grootste. Maar als kind heb ik echt veel gehula hoopt. En je kent die school hula hoops wel. Die zijn ook kleiner. Dus voor mij was het puur gewenning. En vandaar dat ik deze heb. Ik ga met 10 minuutjes ervoor maken. En dan vanavond nog een keertje. Nu heb ik zeg maar al eigenlijk geen verzuring meer. Gewoon wel aanwezig. Ik voel mijn buikspieren. Maar het is niet meer de pijn van het begin. En dan gewoon even volhouden nog. Dag nummer 3. Jongens, ik stond echt heel goed op. En ik verbaasde me een beetje. Want ik had verwacht dat ik meer spierpijn zou hebben dan gisteren. Maar het is eigenlijk minder. Het is echt gewoon minder. Dat ik... Ja, zelfs nu voel ik het eigenlijk niet. Behalve dat dit niet zo goed werkt natuurlijk. Die ga ik gewoon even loshangen. Wat ik dus nu doe, dat heb ik gisteren bij de laatste ronde uitgevonden. Ja, eigenlijk ineens dacht ik, er staat in plaats van een stopwatch toch ook een timer op je telefoon. En die timer gaat dan gewoon af als een soort van kookwekker. Dus die zet ik op 15 minuten vandaag. Want, ik ga vast beginnen, want anders dan kom ik er nooit. Ik ben vandaag niet thuis. Goed, het is toch wel anders dan in een sportbroek. Maar ik heb hem, geloof ik. En ik ben ook echt de hele dag niet thuis. Dus om het dan in drieën te verdelen is best wel lastig. Dus ik dacht, aangezien ik toch bijna geen spierpijn heb, vind ik dat ik er klaar voor ben om 2 keer een kwartier te doen. Maar als je dus gewoon stopwatch aanzet, dan 1 kan ik het niet zien. Want mijn telefoon gaat dan op een gegeven moment uit, op slaapmodus zeg maar. En dan ben ik zo gefocust dat ik dus 3 keer moet stoppen om te kijken hoe laat het is. Terwijl nu kan ik gewoon eindeloos doorgaan tot de timer afgaat. Het is echt moeilijker in een spijkerbroek. Ik heb minder controle. Ik dacht ik doe het even voordat ik wegga, maar ja, ik kan het wel. Het maakt het wel even nog eventjes moeilijker. Maar ja, spierpijn dus minder, eigenlijk overal. En ik was vergeten te zeggen, of eigenlijk, nou ja, die had ik niet over nagedacht tot gisteren. Ah, hou hoog. Nee. Dat, ik dacht, het is ook wel leuk. Oh, die kat. Excuus. Ik moest even mijn draden opknopen, want mijn kat ging erachteraan. Dus ik heb hem op pauze gezet. We gaan nu weer verder. Ik heb helemaal niet het gewicht gezegd of gewogen. En ik denk dat het meer invloed heeft qua centimeters dan gewicht. Maar het is wel leuk om te testen. Nou had ik gelukkig... Oh, ik kan me echt aanraden om een sportbroek aan te doen. 2 dagen voordat ik begon mezelf nog gewogen. En toen was ik 71,8. Nou, ik denk dat er in die 2 dagen weinig veranderd is. Al dan niet het omhoog is gegaan. Irritant. Want ik heb echt vooral meer gegeten. Ook omdat ik dacht, ik ga straks beginnen met hula hoepen. Dus ik kan het er beter nog even van nemen. Wat een verschil, dat had ik echt niet zien aankomen. Maar dat ga ik dus dan ook in de gaten houden. Van nature heb ik best wel een rare stofwisseling. Want ik verlies zeg maar best wel snel gewicht. Maar ik kom ook snel aan. Dus ik ben er best wel een yo-yo wat dat betreft. En dat frustreert me dus ook een beetje. Ik heb denk ik standaard 2 weken in de maand waar ik helemaal los ga. En dan denk ik, oh potverdikke Sophie, je hebt echt weer veel te veel gefroten. En dan ga ik dus weer 2 weken gezond leven. En daardoor ben ik best wel stabiel. Maar ik merk qua energie dat ik dan best wel wissel. Dat ik de ene keer, nou ja, gewoon echt fit voel als ik gezonder leef. En als ik dat niet doe, ja, dan ben ik gewoon echt brak en dan heb ik echt suikertippen, weet je wel. Ik zou daar zo graag een soort van balans in vinden. Oh, dat is echt irritant.
Even kijken hoe ver ik ben. Ik denk dat ik toch even... Ja man, ik moet nog 11 minuten. Ik ga even sportbroek aantrekken. En dan ga ik verder. I did it. Viel me niks tegen. Wel buiten adem, maar... Ja, zeker als je niet op de tijd let, gaat het best wel lekker. Tip van vandaag. Sportbroek is een must. Welkom bij Hula Hoop dag 4. Jongens, ik heb helemaal geen spierpijn meer. Dus... Ik begin een beetje aan mezelf te twijfelen. Gisteravond was het wel heel zwaar. Want ik had heel veel gegeten. Ik was bij mijn ouders geweest en had echt gewoon zelf helemaal volgepropt. Maar ik merkte dus, en dit too much information, maar wel echt dat ik dacht, wow. Doordat ik ging hula hoepen en ik zat dus zo vol, ging ik heel erg boeren. Maar dat luchtte onwijs op. En niet een beetje, maar echt dat ik me daarna veel beter voelde. Dat ik dacht, wow, ik denk dat het ook echt met als je bloated bent en zo, dat het echt helpt. Ik ga mijn timer aanzetten. 15 minuten. Je krijgt 1 seconde afteltijd. Oh, ik gooi hem echt heel scheef. Maar ik wilde nog even zeggen, want ik denk, sommige, ik weet dat er een aantal volgers van mij zijn, die al hula hoepen zelf. En het wordt dus heel erg aangeraden om 2 kanten op te hula hoepen. Omdat je dus zeg maar nu 1 kant van je buikspieren meer gebruikt. Maar ik kan het niet. Ik kan het gewoon echt niet. En ik heb er echt al niet overdreven een maand op geoefend dat ik het iedere dag probeerde. Maar het zit niet in mijn systeem. En ik heb toch het idee dat ik denk, nou, zo scheef zal ik niet worden toch. Maar als je het dus echt goed wil doen... Dan wordt er aangeraden om zeg maar een kwartier de ene kant op te doen en dan een kwartier de andere kant. Maar ik heb het niet in me. Dus, maar ik wil het wel even gezegd hebben voor degene die het willen gaan doen en denken van hé, waarom doe je het maar 1 kant op? Ik ben een loser, ik kan het maar 1 kant. Ik heb ondertussen de tv op een serie aangezet. Ik ga zo even vragen op mijn vriend die op play drukt. En dan gaan we gewoon een kwartiertje door. Ik kan het wel voor de grap als ik klaar ben even laten zien hoe die andere kant gaat. Oké, wel weer gewoon buiten adem. En het gevoel dat ik wel echt lekker wat gedaan heb. Dan nu zijn jullie klaar voor deze hilarische afgang. Kan het gewoon niet. Ik snap niet. Ho is. Nou... Dat was een record, denk ik. Ja. Ik had het gewoon niet. En ik raak dan zo gefrustreerd dat ik denk, ik doe wel gewoon de andere kant. Dames en heren, waarschijnlijk voornamelijk dames. Maar mocht er nou een heer tussen zitten die hula hoept, dan hoor ik het graag. Want dat vind ik echt heel leuk. Het is dag nummer 5. Uiteraard nog steeds geen spierpijn. Of eigenlijk denk ik dat het gewoon niet meer komt. Ik moet wel een timer aanzetten, anders doe ik het voor niks. En voor niks hula hoepen, dat doe ik niet graag. Nog steeds is de 15 minuten wel pittig. Pittiger dan de 10 ooit is geweest. Dus ik ben blij dat ik de 15 doe. Maar ik zit zeg maar niet op dat punt dat ik al denk, ik zou het langer willen doen. 2 keer 15 minuten is echt top. En ja, merk ik verschil? Ik heb het idee van wel. Ik zei vanochtend tegen mijn vriend... Heb je ook niet het idee dat je wat meer mijn buikspieren ziet? En hij zei, ik ga niet liegen. Nee. Maar ja, we zijn over de helft nu. Ik zou een halverwege een momentje kunnen doen. Maar ik dacht, een week is eigenlijk zo kort. Laat ik dat gewoon niet doen. Maar ja, bevalt nog steeds. Ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Vooral als ik gewoon iets bij aanzet. En ik hoop gewoon dat ik het nog verder kan uitbreiden. Dat ik op een gegeven moment dus gewoon... Een serie kan kijken en een half uur lang kan hula hoepen. Want dan is het gewoon een soort van gratis slank worden. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Nog 2 dagen jongens. Het gaat wat mij betreft super snel. Het is dag nummer 6. Bijna. Ik sta er een beetje bloot bij waarschijnlijk. Maar ik merk dus dat ik het fijnst vind als ik de hula hoep op mijn huid voel. Dan heb ik het meest controle. Dus ja, vandaag. Ik wilde nog zeggen dat... Oh, die timer. Ik vergeet elke keer die timer als ik tegen jullie aan het kletsen ben. En dat vind ik hartstikke gezellig. Maar ja, ik moet wel weten hoe lang ik aan het lopen ben natuurlijk. Hotspots. Dat je op het begin heel veel hoort over blauwe plekken. Beursenplekken op je ja, heupbotten denk ik echt letterlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar zelf geen last van gehad.
wel dat het beurs was. Dat ik voelde dat het zeg maar zeer deed als ik het aanraakte. Maar nooit blauw of te pijnlijk om nog door te kunnen hoelopen. Maar de tip is wel om echt langzaam te beginnen. Om jezelf en je lijf eraan te laten wennen. Misschien is mijn hula hoop net een lichtere categorie. Dat ik er daarom minder last van heb gehad. Maar ik denk ook dat het komt omdat ik echt hoog hula hoop. Dus nu, hij raakt mijn botten niet eens aan. Heel af en toe zakt hij natuurlijk wel eens wat. Of ja, dan breng je hem weer omhoog. Maar ik denk dat 90% van de tijd raakt hij mijn heupbotten niet aan. Dus vandaar dat ik er denk ik niet zo last van heb gehad. Of het ligt aan het gewicht. Maar het is dus wel, mocht je helemaal geïnspireerd zijn nu en denken, ik ga het ook doen. Begin gewoon echt rustig aan. Laat je lijf, laat je botten eraan wennen dat er iets omheen cirkelt. En ga jezelf niet de vernieling in helpen. Want dan heeft het ook geen zin. En dan ga je een aversie krijgen. En het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat je dit met plezier doet. Ik kan zeggen dat ik het echt met plezier doe ondertussen. Ik vind het nog steeds wel. Gisteravond dacht ik ook weer van, man, een kwartier is lang. Maar je moet gewoon vermaak hebben zodat je niet bij stil staat. Als je bij stil gaat staan, dan ja, duurt alles lang, weet je. Maar ik vind het echt heel leuk om te doen. Hallo allemaal. Welkom bij dag 7. Jongens, ik moet eerlijk zeggen, wow, het gaat bijna mis ook gewoon al. Ik was zo dichtbij vanochtend om op de weegschaal te gaan staan. Omdat ik echt het idee heb dat ik het zie. Maar ja, ik ben ook wel bang dat ik het zo graag wil zien dat je het jezelf aanpraat. Dat ik, nee, Sophie, de laatste dag. Vandaag is de laatste dag. Morgen ga ik meten en wegen. Want ja, ik moet natuurlijk wel gewoon een nachtje slapen nadat ik de laatste keer heb gedaan. Oh, maar ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Trouwens, mijn app, mijn voedingsapp, daar hou ik zeg maar mijn calorieën bij van wat ik eet en ook de beweging. Die geeft aan dat 30 minuten op een dag is 244 calorieën. En als ik het op Google bekijk, dan is het tussen de 200 en 300. Het wisselt een beetje. Maar volgens mij zijn de calorieënverbranding nooit voor iemand precies hetzelfde. Want het scheelt natuurlijk ook gewicht, inspanning. Ik bedoel, het is allemaal afhankelijk van verschillende factoren. Maar het is dus wel safe to say dat het tussen de 200 en 300 is wat je verbrandt. En ik moet zeggen, ik heb daar ook echt deze week al gebruik van gemaakt. Probeer echt wel bij te houden dat ik niet boven de 2000 calorieën ga. Behalve dan de snackdagen natuurlijk. Soms moet je gewoon een keer aan denken. Schijt! Nou ja, en je mag dan dus ook 200 calorieën extra eten als je wil. Genoeg dagen dat ik dat ook niet gedaan heb. Dat het niet nodig was. Maar ook wel eens een dag dat ik dacht, ik denk dat ik nog wel een extra stuk chocolade binnen kan vreten. En mijn doel is wel een beetje om het dus nu nog verder uit te bouwen naar dat ik een 2 keer een half uur doe op een dag. Maar ik deed niet iedere dag. Want dit was wel, ja, het was wel makkelijk iedere dag. En ik kon er ook de tijd voor vinden. Dus het zou kunnen. Maar ik denk dat een uur iedere dag ook niet per se nodig is. Het is natuurlijk wel gewoon ook een workout. Het wordt wel weer iets makkelijker, merk ik. Gewoon het feit dat ik nu al zo makkelijk met jullie nog kan praten terwijl ik dit doe. Dus daarom wil ik het wel weer opbouwen. En misschien dat ik morgen wel begin met 20 minuten. 2 rondes. Maar het doel is dat ik uiteindelijk een uur op een dag kan. En dan denk ik 3-4 keer per week. En misschien wel elke dag. Ik bedoel, nu ook, zoals gisteren. Gisteravond was darten. Nou, en dan ga ik dan helemaal op. En ondertussen sta ik gewoon te hula hoepen. En dan merk ik niet eens meer dat ik aan het hula hoepen ben. En dan gaat de timer al af. En denk ik, wow, dit waren gewoon al 15 minuten. Dus, maar ik wil mezelf niet zeg maar de druk opleggen dat het iedere dag moet. Voor deze challenge was dat heel leuk. Maar het moet niks natuurlijk. Vanavond nog 1 keertje. En de volgende beelden die jullie zien, gaan we meten. Ik ben zo benieuwd. Zo benieuwd. Het is zover. Het is dus eigenlijk dag nummer 8. We gaan wegen en opmeten. Stiekem heb ik het wegen al gedaan. Maar laat ik allereerst erbij zeggen dat ik echt puur en alleen extra hula hoopt heb. Mijn voedingsschema, eetschema, inname was eigenlijk hetzelfde als altijd. Juist omdat ik wilde zien wat het toevoegen van het hula hoop doet. Zonder dat ik meteen niet meer mag snacken of wat dan ook. Wat voor mij eigenlijk betekent dat ik 5 dagen in de week ongeveer rond de 1800 calorieën inname zit. En 2 dagen in de week gewoon denk,
het zal mijn worst wezen, ik ga helemaal los. Dus dat is gewoon eten wat je eten kan, zeg maar. Maar ik gok dat het dan ook niet veel boven de 24 zal uitkomen. Misschien eronder. Maar daar hou ik dus op die dagen niet bij. Dan geniet ik gewoon. Ik ben al op de weegschaal geweest vanochtend. Ondertussen ontbeten en al wat dingetjes gedaan. En het was 71,6. Toen ik begon, wat ik zei, twee dagen daarvoor was ik 71,8. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen of dit nou echt door het hula hoepen komt. Omdat ik denk, ja, je wisselt ook wel gewoon van jezelf een beetje. Ik zit eigenlijk altijd tussen de 71 en de 72 in. Durf niet zo goed te zeggen, maar daarom gaan we natuurlijk ook meten. Want dan, meten is weten. Ik vind het best wel spannend. Maar ja, weet je, zelfs als je niks ziet, heb ik echt gemerkt dat mijn conditie beter is geworden. Dat ik het langer vol kan houden. En dat ik dus ook best wel snel kon opbouwen. En dat is ook al iets waard. Het moment van de waarheid. Het was 78. Als ik hem echt gewoon strak, mooi omsluitend om mijn lijf deed. Huh? Hoe is? Dit is 78. Dit is wat het was. Oh, dan moet hij wel eventjes recht willen liggen. Hij gaat dubbel zitten. Ja, hier. En dan had ik hem echt... Nou, jullie hebben het gezien. Dan had ik hem echt strak om mijn lijf. En als ik hem nu strak doe... Gewoon, nou ja, niet strak, maar aansluit. Ik bedoel, je ziet dat het hier niet gaat trekken. Dit is strak. Dit is gewoon omsluitend. Dan gaat hij echt naar een centimeter minder. En als ik hem zelfs nog iets verder... Nou, het is denk ik echt precies 77. Hier moet ik kracht gaan zetten. En dan zie je hem in mijn buik gaan trekken. Maar dat doet hij bij 77 niet. Ik vind zelfs dat ik bij 77 nog een beetje ruimte overhoud om te bewegen. Dus... Wow! Ik had al wel het idee als ik in de spiegel keek dat ik dacht... Nou, ik heb echt het gevoel dat het strakker lijkt... Nou, jongens. Ik had het soort van ook weer niet zien aankomen. Omdat het gewicht niet heel erg verschilde. Maar het is echt een verschil. Er is gewoon echt verschil. Want bij die andere... Ik hou nu ruimte over als ik hem op 78 zet. Dus er is echt gewoon bijna een centimeter van mijn middel af. What? Wow. Oké, ik ga nog even before en after beelden naast elkaar zetten van zeg maar het hele lijf. En dan kijken of je daar ook iets ziet. Dit zijn de before en after foto's. In het wit is before en in het zwart is after. Ja, als je ze echt goed wil bekijken, zou ik zeggen, zet ze even op pauze. Maar het is super moeilijk om te zien. Als ik er lang naar kijk, denk ik wel, ja, misschien zie ik wel verschil. Maar mijn zwarte shirtje zit ook iets lager. Ik wil het liefst hetzelfde shirtje aan. Het zat helaas in de was. Dus ja, als ik echt lang kijk, denk ik wel, ja, ik zie het. Maar aan de andere kant, ik sta niet precies hetzelfde. Bij de ene heb ik mijn been meer dicht en bij de andere meer open. Dus ik denk dat we het best kunnen uitgaan van wat het meetlint zei. En dat is het meest betrouwbaar. De conclusie van dit alles is in ieder geval dat de hula hoop wel degelijk in een week al een klein verschil kan maken. Wat voor mij echt de schop onder mijn kont is, dat ik het vol moet houden. Want dit is maar een week. En wat is een week? Helemaal niks. Maar als je het echt op lange termijn kan doen en ik kan het nog verder uitbouwen. In plaats van 10 minuten wild op een dag rondshaken, maar echt bewust de tijd doen. Ja, dan gaat het echt verschil maken. En is het dus echt een goede workout die eigenlijk heel makkelijk thuis te doen is. Zelfs wanneer je gewoon tv kijkt. Ik ben onder de indruk, ik vond het super leuk om te doen. Het heeft echt precies gedaan wat ik wilde. En dat is gewoon me motiveren om door te zetten. Mocht je het leuk vinden, mocht je geïnspireerd zijn, linkje van mijn hula hoop staat in de beschrijving. En mocht je nog vragen hebben of dingen willen weten, let me know. Ik vond het super leuk. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende video.